Hallo, daar was ik weer. Zoals je ziet, geen make-up aan mijn haar is nog niet gedaan. Dylan die is net weggegaan. Dus uit logeren. Het is nou mijn tijd. En mijn tijd bestaat uit make-up en haar en heel lang de tijd nemen. Daar ben ik nu dus ook van plan. Ik heb mijn gezicht al schoon. Ik heb alleen nog geen dagcrème erop gedaan. Dat ga ik nou ook even doen. Dat is van Revlon. Ik weet niet of je deze kan zien. 24 uur. 24 uur. Ja, 24 uur is crème. Die gebruik ik 's morgens en 's avonds. Dus die doe ik er twee keer op. 'S morgens doe ik het erop en dan haal ik het eraf. 'S avonds voordat ik naar bed ga. En voordat ik naar bed ga, doe ik er weer even een beetje nieuw op. Ja, zoals je ziet, ik heb heel veel bultjes. En dat vind ik echt vreselijk. En vooral ook om me zo te laten zien zonder make-up. Want ik doe altijd make-up op. Ik denk vanaf mijn 16e heb ik altijd make-up gedragen. Ja. Niet uit onzekerheid of zo, hè. Maar het is gewoon die bultjes, die vlekjes. Daar waar ik niet van hou. En mijn huid is heel erg raar. Vind ik. En ik vind die sproetjes ook niet mooi. Ja, ik weet dat dat hoort bij rood haar, sproetjes, maar ik vind dat gewoon niet mooi. Dat is mijn ding. Bij mij staat het niet. Laten we het daarop houden. Want mijn zoontje daarentegen heeft ook sproetjes en dat staat fantastisch mooi bij hem. Dus ja, dus maar net welke, ja, bij jongens of bij meisjes is altijd verschillend. Er is altijd verschillend in hoe het eruit ziet. Dus ja. Bij mij staat het niet. Vind ik. Vind ik. Vind ik. Dus eerst de foundation. En dat doe ik met Ivory. Nummer 4 van Essence. Soft Touch. Ik weet niet of je dat zo. Ik heb mijn kamer veranderd. Ik zit niet meer met zo'n verlichting achter me. Maar ik zit nou naar het raam toe. En ja. Dat is nog wel een beetje wennen. Het is wel een stuk lichter, maar ik weet niet of het beter is, want ik gebruik nog steeds mijn laptop. Want mijn camera is nog steeds kapot. Dus ja, goed. Een foundation breng ik aan met mijn vinger. Een beetje stippelsgewijs. Niet echt iets. In de ene keer gebruik ik trouwens een primer eronder en de andere keer niet. Dus maar net, ik weet, nu blijf ik vandaag thuis. Het is. Hoe zou ik dat netjes zeggen? Zeik weer. Nee, het regent echt dat het giet. En ja, dan blijf ik liever binnen. Ik vandaag toch voor de rest niks. Dus dan pak ik een beauty blender. En dan gebruik ik de achterkant van de beauty blender. En dan. Ja, tik ik de foundation uit. Zo noem ik dat tikken. Er zijn allemaal termen voor, maar ik moet het tikken. En soms een beetje vegen, maar het liefst dekken. Ik heb een hele lichte huid. Dat hoort ook weer rood haar. Echt heel licht. En dat is heel irritant om daar een goede foundation bij te vinden. Je ziet nou eigenlijk, hij is er bijna niks. Maar als ik de ene helft doe met make-up en de andere helft niet, dan weet je niet wat je ziet. Kan dat wel. Ja. Dus trouwens, die dekking vind ik heel mooi. Maar er is nooit een kleur van foundation die bij mij past. Dus altijd, ik heb een hele porselein witte huid eigenlijk, om het zo maar te zeggen. En ik moet altijd met foundation met kleur gaan doen als ik foundation wil gaan gebruiken. Om mijzelf er een beetje niet zo geestig uit te laten zien. En met geestig bedoel ik echt als een spook, zo wit. Ik geef nog net niet licht in het donker. Maar. Nee. Nee, trouwens ook niet wat ik ervan vind. Ik zit de hele tijd al. Ik ben al een tijdje niet. Ik heb wel de hele tijd gezegd dat ik een filmpje zou maken weer, maar ik zit een beetje
met mezelf in de dinges. Ik heb, ben nou de hele tijd ben ik verkouden geweest, ziek geweest. Nu gaat het net weer een beetje beter, maar het is nog niet daar waar het zijn moet. En ik had zoiets van, ja, maar nou wil ik toch echt wel een volgende filmpje op zo hopen. Wat trouwens echt fantastisch is, dat had ik niet verwacht. Mijn andere filmpje is gewoon echt voor mij doen, voor de eerste keer, echt al heel vaak bekeken. Het is nog niet bij miljoenen geteld, of wat dan ook, bij duizenden. Nee, het is echt van 100, 110, 115 keer, 120 volgens mij. Nee, vanochtend zat ik op 120 keer bekeken. En dat vind ik eigenlijk best wel wat. Ik moet wel zeggen, ik vond het wel een beetje raar. Ik zou deze ook wel heel raar vinden. Ik ga er ook gewoon niet meer naar kijken. Ik gebruik de concealer van Max & More. Die is gewoon eigenlijk een beetje van de action, om het zo maar te zeggen. En dat komt eigenlijk omdat ik, ja, ik heb niet echt heel veel geld op dit moment. Dus ja, doe ik het maar zo. Doe dit in een hoek naar beneden en deze doe ik dan schuin omhoog. En dit stuk wil ik het concealer wat meer wakkerder maken. Moet bij de andere kant net zo. Dat doen we niet echt precies gelijk hoor, maar wel mooi als het een beetje gelijk is. En ja. Ik weet eigenlijk niet echt veel. Ik wil eigenlijk de tijd een beetje vol gaan praten. Ik hou er niet van om de hele tijd stil te laten te zijn. En ik hou er ook niet van om door te spoelen. Dus het gaat gewoon een vreselijk lang filmpje worden. En doe je gewoon lekker met me mee. Ja? Hier ben ik wel een beetje zo. Kom over de brug heen. Langs mijn neus. Zo. En dan op mijn mond. Nu wil wel even dat stukje ook weer meenemen. Zo. Zo. En dan gebruik ik de puntvorm van de spons van de. Oh, dan ben ik de naam kwijt. Ah ja, goed. Die gebruik ik en dan. Beauty Blender, dat was hem. Kun je dat nou vergeten, Annemiek? Ja, weet ik niet. Dat dep je ook weer goed. En ja, je kan het wrijven, want je kan het deppen. Deppen vind ik altijd net iets mooier. Maar zorg wel dat je hem een beetje nat hebt. Dus iedere ochtend voordat je make-up op doet, of sowieso iedere keer voordat je make-up op doet, eventjes onder de kraan, eventjes goed. Want hij is, wordt ook groter. Dan ben je iets sneller klaar. Vind ik, als ik dat niet doe, dan blijf ik bezig met die beauty blender. En er zit gewoon helemaal niks, geen, ja, vind ik irritant. Dit is eigenlijk de make-up wat ik nu ga doen. Dat is eigenlijk wat ik standaard doe. Wat ik eigenlijk dus gewoon doe als ik wakker ben. Alleen dan doe ik het heel snel natuurlijk. Want ja, dan moet ik opstaan. En mijn zoon moet opstaan. En dan moeten we naar beneden moeten eten. En dan moeten we alles doen. Dus ja, goed. Dan doen we dat op veel manieren dat ik hier zit. En hij kleed zich om. En als hij dan klaar is met omkleden, dan komt hij naar mij toe en dan doe ik zijn haar. En dan doe ik snel daarna nog eventjes een aantal dingetjes wat ik moet doen bij mij. En dan gaan we naar beneden toe. En normaal gesproken ben ik hier ook, ik zie nu al dat ik bijna 10 minuten bezig ben. Dat ik, ja. Ik ben een beetje aan het volgen, merk ik. Dit gaat echt een heel lang filmpje worden trouwens. Dat weet ik niet. Maar goed, dit is de Foundation Pastel Beige. Van de poeder.
En die is van Essence ook. En dan gebruik ik ook de Beauty Blender bij in het punt. En die doe ik dan hier over de concealer heen. De rest doe ik met de kwast wel, alleen dit eventjes goed. Even werken. Zodat de foundation ook wat meer blijft zitten op de plek. Zo even door gaan werken, want anders krijg je echt een 40 minuten filmpje, weet ik het wat. Zou het sowieso worden, denk ik. Ik heb dit nog nooit gedaan. Dit is echt de eerste keer dat ik echt volledig make-up doe en zo op filmpje. Maar dan weet je wat, de vorige keer heb ik een filmpje gedaan van alleen. Maar misschien doe ik dit wel even in tweeën. Ik denk dat ik dat ga doen. Anders gaat het echt heel lang worden. Doe ik eerst mijn gezicht en dan doe ik daarna nog een apart filmpje voor mijn haar. Dan heb je gewoon vandaag twee filmpjes om te kijken. Ja. Deze kwast is trouwens. Staat op Powder Kwast. Die is van de kruid, wat geldt. Professional. Nog iets? Oh, sorry. Ik weet de naam helemaal niet. Ik weet alleen dat het professional is. Professional styling. Professional make-up. Ik weet het niet, sorry. Even kijken, dit hebben we allemaal gehad. Dan ga ik bezig met de contouren. Maar de contouren doe ik heel even eerst met een stick voordat ik dat met poeder ga doen. Dan kan ik goed aangeven wat de contourstick is. Dit is de donkere kant die ik gebruik. Dus bijna op. Dit is alles nog wat ik heb. Oh, ja. En dan trek ik een lijn van dit stukje hier van mijn oor tot hier. Ongeveer. Dan trek je een wangetje. Ik vind dit lijntje echt mooi. Zo. En dan doe ik dit zo. Beetje zo. Hier een beetje zo. Deze kant. En dan doe ik dit hier. En dat daar. En dan begin ik gelijk te zien. Dan ben ik irritant vandaag. Dit is een Pro 03. Is dat? Ook van die professionals lijn. Van make-up kwast. En daarmee vind ik, zie je dat de kleurverschil ook echt. Hoe licht ik dan ben. Maar ik heb nou nog natuurlijk extra licht van buiten ook erop. Dus nou zie je extra goed wat ik doe. Want ik heb al die tijd in het donker gewerkt. En nu zie ik goed wat ik qua kleurverschil doe op mijn gezicht. Ja, of ik deed het altijd beneden, dat kan ik ook nog in de keuken en zo, dan heb ik altijd meer licht. Ja, om nou de hele tijd iedere keer in de keuken te gaan zitten. En ik heb één kamertje leeg. Nou, ik kan net zo goed hier gaan zitten toch. Oh, dan wil ik iets meer kleur brengen en dat doe ik even met de bronzer van hun, die heb ik ook trouwens echt wel. Dit is Blonde Lighter Skin Matte Bronzer Powder. Ja, natural. 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 Oh, ja. Oh, ik zou me nog heel vaak gaan verspreken. Dat is echt. Maar in ieder geval krijg je dan wel wie ik echt ben. Ik vond met dat vorige filmpje, ik heb echt nagekeken en ik durfde echt op een gegeven moment niet meer te kijken. Maar nou begrijp ik wel dat iedereen zegt, die op YouTube, van ik maak de filmpjes, ik kijk ze één keer na, zet ze erop zonder na te denken en dan kijk ik gewoon niet meer. Hè. En ik begrijp dat echt nou gewoon. Nee, goed, ik moet ook leren natuurlijk, maar goed,
Is wel echt, ja, ben ik, ja. Is wel echt, irritant. En vooral ook om je eigen stem te horen. Ben je al gewoon geneigd om door te spoelen. Oh, dit gaat echt een heel lang filmpje worden. Dat is echt irritant, dat is nog al 15 minuten bezig. Ik dacht dat ik, normaal gesproken doe ik er 15 minuten over. Dus eigenlijk moet ik gewoon de volgende keer stil zijn en mijn bek halen en dan gewoon doorgaan. Oh nee, niet, nee. Die tekst, die woorden. Ik heb er nou al een hekel aan. Maar goed. Rommeltje, bommeltje. Ja. Oh, wat erg is dit. Ik hoop echt dat dit goed gaat komen nog. Nou, dat is toch wel toch. Moet het ook liggen. Een volgende. Die is echt al. Die heb ik al heel lang. Ik heb daar ooit eens een keer 5 van gekocht. Die is van Essence. En dat is ook weer van Essence. En Essence is echt wel een van de producten waar ik echt helemaal gek van ben. En kijk, die is al bijna op. Die lichte. Dat is van mijn wenkbrauwen. En die vind ik echt, dat vind ik zo fijn. Die. En zoals je ziet, ik heb rood haar. En mensen met rood haar hebben bijna geen wenkbrauwen. En bijna geen wimpers. Dus met de goede mascara en de goede wenkbrauwspullen. Ja, lijkt het gewoon alsof je gewoon geboren bent met wenkbrauwen. Ik ben ook geboren met wenkbrauwen, maar heel licht. Maar dit is wel, dat vind ik wel een beetje irritant. Ik ga even mijn spiegeltje erbij pakken. En tussendoor kun je laten zien wat ik aan het doen ben. Dan doe ik ook even zo. Dan zie ik het toch iets meer, iets meer beter. Ik hou er eigenlijk niet van als je je wenkbrauwen doet om dat echt in een strakke lijn te houden. Ik vind altijd je wenkbrauwhaartjes die gaan sowieso alle kanten op. Maar gewoon een beetje netjes eruit zien. Maar niet zo strak, weet je wel. Niet zo getekend. Ik wil altijd wel een beetje natuurlijk eruit hebben zien. Kijk, heb ik toch weer een hele lichte wenkbrauw. En daar alleen maar een paar haartjes. Dus, gaan we die kant ook even doen. Maar dit is echt wel een must voor mij, die wenkbrauwen. Dat moet ik echt gewoon iedere keer doen. Gewoon, ook al blijf ik de hele dag thuis of zo, die wenkbrauwen die moeten gewoon voor mij. En ja, anders voel ik me net zo'n knorrie. Oh ja, trouwens, wat ik ook in de planning heb, moet je eventjes onder laten weten of je dat leuk vindt. Ik ga binnenkort beginnen met de grote afvalrace, zoals je ziet. Mogelijk nog wel wat kilo's af. En dat wil ik dan wekelijks gaan, wekelijks, 1 keer in de week of 1 keer in de maand, moet ik even kijken hoe ik dat ga doen, even bijhouden. Dus dan wil ik en jullie praten over hoe het gaat, want ik ga daarbij ook, ja, heel slecht dat ik dat nu zeg, ik rook. En ik wil daarmee gaan stoppen, dus daar ga ik ook tegelijk mee stoppen. En dat gaat me behoorlijk zwaar vallen, dat weet ik zeker. Maar ik wil daarbij, wil ik dat wel een beetje, ja, ik wil met jullie dan de frustratie kwijt en zo. En ja, als je mij een beetje volgt op Twitter en op Facebook, dan weet je dat ik of bent gaan volgen. Dat weet je natuurlijk nog niet. Ik doe nog maar net 1 filmpje op. Maar bent gaan volgen, dan weet je dat ik dus ja, een beetje angstig ben aangelegd. Dus anxiety noemen ze dat. En dus eigenlijk officieel is dat ERS, emotieregulatiestoornis. En dat ja, daar is gewoon heel moeilijk om dan te stoppen met roken. En ik ga het wel proberen. Ik wil het echt doen. Dus ja, goed. Oh, nou, 20 minuten bezig. Goed. Dit is van Essence Make Me Brown. En die gaat er nog overheen. En dan gaat er nog 1 overheen. En dan ben ik daarmee klaar. En dan ga ik heel snel de rest doen. Want anders wordt het echt, echt vreselijk lang. Ik ga gewoon lekker net eens opdoen of ik met jullie lekker aan het make-uppen ben. Ben met een vriendin. Samen zit. Ja. Zo.
En dan doe ik er nog overheen. Ja, deze is van Catrice. Ik heb alleen geen flauw idee, maar ja, die is helemaal ja, door de etiket eraf. Ik weet niet meer welke. Dit is een bruine tint, maar ik weet niet welke. Er staat ook geen nummer op en zo. Dus ja. Ik weet het niet. Maar die doe ik er nog een keer overheen. En dan ben ik klaar met mijn wenkbrauwen. En dan ga ik de rest even gauw doen. Want ik wou eigenlijk uitgebreid gaan make-up in mijn huis. Zit ik alweer te denken van misschien ga ik het wel veranderen. Ja, ik ga toch niet weg. Dus ja. Maar misschien trouwens dat ik nog even weg moet. Maar ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Want het regent vreselijk hier. Dat vind ik echt niet leuk. Daar heb ik echt geen zin in. Kijk. Ik heb wenkbrauwen. Oeh, wenkbrauwen van mij. Oh, sorry. dan doe ik mijn eyeshadow base. Die is van Prime and Fine. Van Catrice. Ik had wel geprobeerd om zoveel mogelijk producten van SSSO ook te gebruiken. Maar ik gebruik eigenlijk deze standaard producten altijd. En ik had zoiets van ja, ik wil wel gewoon laten zien wat ik allemaal gebruik op een dag. Ik doe niet zeggen dat ik het altijd door zo uitgebreid. Echt niet. Absoluut niet. Maar ik doe sowieso altijd als door de week vroeg op moet staan om mijn zoontje naar school te brengen. Dan is het altijd foundation, poeder, wenkbrauwen, oogpotlood, nog een keer oogpotlood, het oogpotlood, zwart oogpotlood, nude en dan mascara en dan lippen en dan contour en dan ben ik klaar. Ik denk dat ik dat nou ook gewoon ga doen. Ik heb daar nou eigenlijk helemaal geen zin om zo uitgebreid te gaan doen. Het filmpje wordt al veel te lang. De volgende keer begin ik hier. Waar ik nu ben. En dan maak ik wel weer smokey eyes. Misschien doe ik dat morgen trouwens. Want ik heb morgen toch ook nog niks. Ja. Dan pak ik de nude oogpotlood. Ik moet wel zeggen. Volgens mij heb ik deze op Mallorca gekocht. En toen ben ik hem heel lang kwijt geweest. En nou heb ik hem dus weer. Maar goed. Hier doe ik dan de onderlijn mee. De waterlijn. Waterlijn. Ja, je snapt me wel. Oogleden. Oogleden zijn oogleden. Nee, wat zeg ik nou weer? Ja, waterlijn is dat. Zo wordt dat genoemd volgens mij. Maar ja, goed. In ieder geval, dat heb ik nu. Oh, ik krijg het al helemaal warm. Ik heb het gevoel dat ik iets fout heb gezegd. Oh jee. Nee, geen probleem. En dan gebruik ik de. Dit is 2 in 1. Die is ook van Max & More. En die komt ook bij de Action vandaan. En dan doe ik daar bovenop. En dan pak ik even een spiegeltje bij. Want anders dan druk ik in mijn ogen als ik dat op de laptop moet doen. Onthoud alsjeblieft, ik moet ook nog leren. Hè? Ik wil eigenlijk gewoon te veel al doen. Maar ja goed, ik ben nog lang geen Nikki Tutorial of ik ben nog lang geen Tuske. Die zijn ook al jaren bezig. Dus ja, goed. Kijk, zoals je ziet, ik heb nou die lijn heb ik zwart gemaakt. En dan zou je straks ook zien waarom met de mascara is dat gewoon veel mooier. Dan lijkt je mascara lijkt veel voller. Plus het lijkt alsof je licht eyeliner draagt. En dat draag ik dus niet, want ik heb heel vette oogleden. En als ik dan eyeliner moet gaan dragen, dan gaat het overal heen. Dus dat doe ik op zolder. Ik doe nog wel even een beetje poeder op. Dit is glanspoeder. Ik heb geen flauw idee waar die van is. Er zit geen sticker achterop. Dus ja, ik weet het niet. Dan pak ik even een groot kwastje. Een groot, breed kwastje. En dit is de eyeshadow. En dit is een beetje roze met een beetje glittertjes.
zal me niks verbazen dat deze van Essence is, maar ik weet het niet zeker. Ja, als de stukjes eraf zijn, dan weet ik het niet meer. Of was deze van Max? Ik weet het niet meer. Zo. Badam, badam. Zo. En nou wil ik, mijn mascara opdoen. En die mascara, die heb ik eigenlijk de laatste keer gekocht. Met zoiets van, ach ja, weinig geld. Ik ga het proberen. Maar eigenlijk ben ik er hartstikke blij mee. Ja. Dat is de mascara van Essence, van Lash Priceless Princess. Lash Princess. Heet die? Essence. En ja. Zal je zo meteen laten zien waarom? Kijk, dit zijn mijn wimpers nu. Die zie je bijna niet. Zoals je ziet, maar heel weinig. Dan ga ik eventjes, zal ik wel eventjes één kant de mascara doen, dan laat ik het daarna wel zien. Eerst kan ik de haakjes naar beneden. Naar beneden. En dan kan ik ze omhoog. Dat kan trouwens wel, ik moet wel zeggen, ik ben echt helemaal blij met mijn wimpers. Want ik hoor van heel veel mensen van... Oh, mijn wimpers staan recht vooruit en kan alleen maar, moet alle, iedere dag moet ik zo'n tangetje gebruiken en zo. En dan ben ik, dat gelukt, dat heb ik gewoon. Ik heb dat helemaal niet nodig, dus daar ben ik heel erg blij mee. Nou zit ik alleen een beetje, volgens mij heb ik nou een beetje gekoeld. Het zullen de zenuwen zijn. Eerst een make-up filmpje. Ik hoop echt dat het sneller gaat binnenkort. Als het iedere dag zo is met make-up filmpjes, dan gaat het nog leuk worden. Wat is daar hier even de langs? Zo, kijk. Dit zijn mijn lesjes. Ik hoop dat je het trouwens een beetje kan zien. Trouwens wel heel vaak ook de vraag gehad van... als mensen dichtbij mij stonden van, oh, welke kunstwimpers draag jij en wat voor mij? Ik draag geen kunstwimpers, dit zijn mijn eigen wimpers. Nou, ik heb denk ik gewoon zulke lange wimpers. En zo vol, denk ik. Maar dat betekent alleen maar dat ik het goed doe, toch? Denk ik. Lijkt mij. Nee, ik ben niet onzeker of zo, hoor, maar duim, helemaal niet. Ik kwam een beetje onzeker over net, maar ik ben niet echt onzeker daarover. Mijn ogen vind ik mooi. Kijk. Ik kijk een beetje schuin naar beneden trouwens, maar... Mooi. Ja, dan heb ik dat gehad en dan ga ik mijn lippen doen. En lippen doe ik met rood. En dit is Lip Liner Femme Fatale 14, van, ook van Essence. Natuurlijk, het zal dus iets anders zijn. Ik haal iedere keer mijn spiegel erbij. Ja, sorry. Ik hoef niks in, want toch. Moet ik goed over de lijn heen. Dit is echt niet hoe lang ik het normaal doe al. En dan altijd zo lang dat mensen gaan zeggen, oh, ze doet er zo lang over. Huh? Dan zou ze er ook wel heel lang over doen, s ochtends vroeg. Nee, ik zou 's ochtends vroeg ook wel een keer opnemen. Dan zie je dat ik binnen 10 minuten klaar ben. Misschien nog wel sneller.
En nu is het gewoon, nu heb ik de tijd ervoor. Dan ga ik ook even de tijd ervoor nemen. Het is gewoon lekker een tutmoment. Tutmoment. Wat zei ik nou? Tattel? En dan vul ik dat even in met ook van Essence XXL Long Lasting Lip Gloss. De Matte Collection is dat. En dit is matte rood. En dit is echt, dit vind ik zo'n mooie kleur. Ben ik zo verliefd op geworden op deze kleur. Nou, ik denk wel dat ik wat vaker de spiegel er ook bij ga zetten of zo. Zo, want ja, even wat hoger gaan zetten. Ja, en het is allemaal nog een beetje leren met inrichten en zo. Het is niet echt allemaal in één keer klaar. Het is zo raar, vroeger deed ik altijd een rode lippen wel eens. Nou, wel eens, niet altijd. Ik zei het een beetje raar. En begonnen ze altijd rode lippen zijn voor hoeren en zo. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Rode lippen zijn mooi, stoer, krachtig. Ja. En bij rode lippen hoef je, je maakt eigenlijk, er zijn geen regels in make-up, maar er zijn wel van, weet je, dingen. Je moet niet overdreven veel make-up dragen, dan draag je rode lippen. Je moet een overdreven opvallende andere kleur gaan dragen, draag je rode lippen. Snap je, je draagt rode lippen, dan moet je geen andere knop gaan dragen, want anders dan is het. Tenzij je echt een hele mooie bruine huid hebt, ja, dan is kleur natuurlijk fantastisch. Ik zag mijn haar nog achteraan, want het is 32 minuten, serieus echt. Ik ga nog even een beetje poederen. Dit is van MAC, Rosewood poeder. En dit is trouwens het kwastje van Essence. Dat is niet meer te bedenken, volgens mij. En dan doe ik hier aan de achterkant van mijn wow. Maar dat trek ik een beetje door. Zo. Je ziet het eigenlijk bijna niet, maar het is net iets warmer. Zo. En omhoog. Nou. Dat is mijn make-up voor vandaag. Ik ga dit filmpje in tweeën delen. Ik wou eigenlijk mijn haren nog doen. Dat heb ik ook in het begin gezegd. Maar ik ga dit in tweeën doen. Ik maak nou nog een ander filmpje voor mijn haren. Want anders ben ik echt, het is nu al 35 minuten en het is veel te lang. Ik praat ook veel te veel. Dus dan ga ik straks even mijn haren doen. In een ander filmpje. Sorry. Dat had ik ook niet verwacht dat ik er zo lang over zou doen. Tot zometeen. Als je doorkijkt natuurlijk. Anders. Ja. Dat is het volgende filmpje. Doei.